Goedemiddag. Beste mensen, dames en heren, jongens en meisjes. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Voor Tour de Waal in Ochten. En voor wie het niet weet, Tour de Waal is een heel groot project. Eigenlijk vanaf slot Loevestein tot slot Pannerden. Om gewoon het, ja, te vieren dat de Waal zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in die laatste oorlogsjaren. Thema van Bevrijdingsdag van 4 en 5 mei dit jaar is vrijheid in verbondenheid. We vieren vandaag 77 jaar vrijheid. En we zijn verbonden eigenlijk in dit gebied door die Waal, die zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in die laatste oorlogsjaren. Het vieren van vrede en vrijheid in verbondenheid. En dat doen we door het doorgeven van dit vuur. Die kolonne komt daarna hier weer terug. Die hopen om 1:30 hier weer te zijn. Om allemaal met elkaar de broodjesdropping mee te maken. Wij vlogen Zuid-Holland binnen langs een route die zorgvuldig door de Duitsers was uitgestippeld. De escadrilles, waartoe de Lancaster behoorde waar ik in vloog, moesten hun voedselpakketten uitwerpen op een open plek. Ons doel lag duidelijk voor ons. Het was aangegeven door een groot wit kruis met een rood licht middenin. En dit alles was omgeven door een cirkel van groene lichten. Het groene gras van het uitwerpterrein was weldra wit bespikkeld toen duizenden en duizenden pakketten voedsel naar omlaag kwamen regenen. Terwijl de vierde golf voedselbrengende bommenwerpers zijn lading deponeerde.